Yo mensen, tof kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer de nieuwe Louis van Gaal Manager Career Mode. En we gaan deze aflevering de laatste wedstrijd spelen als manager van Barcelona. En het is de Champions League finale tegen Manchester United. We gaan kijken of Louis van Gaal met Barcelona de Champions League kan winnen en met een goed gevoel. Het EK ingaat met het Nederlands zelf. Daar gaan jullie de volgende aflevering de groepsfase van zien. Tegen Schotland, Oekraïne en Rusland. Hoe toevallig is dat Oekraïne en Rusland in één pool. Maar dat gaan jullie dus vanaf morgen zien. Vandaag zou er eigenlijk normaal gesproken dus de spelers career mode komen. Maar ik wil deze queer mode eigenlijk zo snel mogelijk afgerond hebben. Om de Jens Tornstar Manager Career Mode. Als het goed is donderdag te gaan beginnen. Dus dan uh, gaan jullie dat allemaal uh, zien vanaf donderdag. Woensdag. Uh, even kijken, morgen hebben jullie dan ook denk ik nog. Ligt eraan aan hoe ver we komen? Het kan ook zo zijn dat we morgen, uh, of overmorgen of dinsdag, al de dingen hebben, de nieuwe Mode van Jens, de Jens Torn Manager Career Mode. Maar ik denk dat het donderdag is. We gaan gewoon zien hoe dat gaat verlopen. In ieder geval hebben we dus nu de finale van de Champions League. Onze basiself. Zoals we dat kennen. De elf van Barcelona. Van er ook een paar zijn opgeroepen. Voor het Nederlands elftal. Frenkie de Jong, Bijlo. Groeneveld. Dat zijn er nog, op, nog een paar namen. Dorian van der Beek hier bij United is niet opgeroepen. Voor het Nederlands elftal. We gaan kies niet voor hem. Maar wel een paar andere namen. Guus Stil is opgeroepen, onder andere. En ook. Ia en Veerman. Dat zijn een paar verrassende namen. Jullie zien zo meteen voor de rest wat het allemaal opgeroepen is. In ieder geval is deze finale begonnen tussen Barcelona en Manchester United. In de eerste kans is ook voor Manchester, maar de redding is van Justin Bylow. Hoekschop voor United. Fernandes weghalen. Het lukt niet helemaal. Groeneveld nu in de uh, omschakeling. Bidt hij eruit te komen. Groeneveld. Goede paas. Frenkie de Jong over de lucht. Helemaal richting uh, Korea. Korea met de kans. En de voorsprong. 1-0 voor Barcelona. En het is Anjo Correa die de, de, de doelpunt maakt. De spits van Barcelona. Schiet ons op voorsprong in deze finale. Perfecte paas van Frenkie de Jong. En beeldig afgemaakt door Correa En dan is het. 1-0 voor Barcelona. Nu 22. United op jacht naar die gelijkmaker. Kessi, Fernandez. Van de Beek. Grabi. Kan Barcelona de bal onderscheppen? Dat lukt volgens mij nog niet. Fernandez en de bal op de lat. Daar zit het gelukkig mee voor Barcelona. Tonali. Dest. Terug op Tonali. Kan die rustig blijven? Jazeker. Lionel Messi. Krijgt hem niet op, op dest mee, dan is de bal nu weer voor uh, Man United. Gevaarlijk spel. Malen, ook hij is opgeroepen voor Oranje. Samen met Weghorst. Dat zou de, dat zou de spitsen die we gaan vormen bij Oranje. 5-3-2 opstelling. Dus die twee spitsen staan er zeker in. Malen en Weghorst. Ook Sam Lammers is mee. Maar ja, we gaan zo meteen uitgebreid zien wie er allemaal mee zijn. Hier komt in ieder geval de kans voor een 2-0. Maar de redding is van de Gea op het schot weer van de Spits Korea. Nog steeds de eerste helft. Hoekschop voor Barcelona. Messi, Korea. Hiernaast een schot die uh, bijna goed uitpakt. In de rebound misschien nog voor een speler. Nee, kan nog steeds. En in de kluts uh, gaat hij erin. Groeneveld met de 2-0 voor Barcelona. In de kluts gaat hij het doen. Maar hij komt wel op naam van Groeneveld. We gaan het in de herhaling nog wat beter zien. Het doelpunt. Van Groeneveld. Die zien we het, hij schiet. En dan komt hij tegen een verdediger aan. Maar hij komt toch nog op, naam van zijn, op, oh ja, op zijn naam. Dus het is toch voor hem wel heel mooi. Nog steeds wel 2-0. Nu weer 2-0. Begin van de tweede helft. Waar hij de licht geel krijgt. ze die niet verbazen als van Gaal hem in de loop van de wedstrijd gaat wisselen? De verdediger van Barcelona. Hier de kopbal. De kans voor uh, de aanstellingstreffer. Uiteindelijk in de rebound. Is het wel raak. Bailo niet op tijd terug. En Sencio met. De aanzijdigste van deze wedstrijd. Het in het begin van de tweede helft weer wat spannender gemaakt. Des, niet echt top gedaan. Kessie onderschept. Van de Beek. Malen. Fernandez. Sensio. Sensio nu op de flanken eruit. Dat probeert hij in ieder geval. Fernandez onderschept door De Licht hier. Goed gedaan door Matthijs De Licht. Nu is het alweer de bal voor de tegenpartij. Nu komt er een kans. Malen. Redding van Bailo. Jordi Alba. Nu misschien de opbouw voor eh, Barcelona. Groeneveld daar op de flank. Goed gedaan. Groeneveld komt daar langs. Dan moet er een voorzet komen. Die komt er ook. En de voorzet valt niet echt lekker. Bijvoorbeeld, ze blijft nu wel hier voor Tornadi. En daar uiteindelijk de redding van de doelman De Gea. Hoekschop wel voor Barcelona. Hoekschop kopbal. En de redding van De Gea. Was een goede kopbal van Tornadi. Maar hij krijgt er nog niet in. Het blijft 2-1. Tussen minuut 72. Tornadi, geen goede paas weer. Bal nu weer voor Man United. Fernandez. Wel nog steeds 2-1. Weer goed onderschept nu. Bastoni, Busquets, Messi, Dest. Goed, Correa. Kans misschien nu Frenkie de Jong. Schot geblokt. En dan hier de bal voor de Messi. Goeie voorzet, kopbal. Van Groeneveld, in de handen van de Gea. Kwartier nog te gaan. 2-1 voor Barcelona. Messi goed onderschept van Busquets. Waarom zit even voor Barcelona. Lionel Messi. Die uh, komt daar langs. Lionel Messi. En het is 3-1 voor Barcelona. En hiermee lijkt de aanvoerder. Wat niet de aanvoerder blijft. Want uh, ik, wou, ja, ik, ik wou niet Messi wisselen. Maar ja, uiteindelijk, ik, ik kon niet meer terugbrengen naar de aanvoerder. Dus dat betekent dat Piqué de aanvoerdersband gaat krijgen. Piqué wordt de aanvoerder. Gaat zo meteen de, als het zo blijft, de cup omhoog houden. Uh, Poeg gaat wel spelen. En even kijken, dan doen we het toch gewoon hier wat klein op gewoon neerzetten. Dan doen we dat zo. Poeg is dan uh, nu uh, de vervanger van Busquets. En dat is dan de nu toe de wissel. En ja, de aanvoerdersband kunnen we dus niet meer veranderen. Dus dan houden we het daar gewoon bij. En uh, Malatia ga ik ook nog inbrengen voor Jordi Alba. Zodat Malatia ook nog minuten krijgt in deze Champions League finale. Twee wissels dus. Busquets en Jordi Alba naar de kant voor Poeg. En Malatia, bij de laatste 10 minuten aangebroken nu. Aanvoerder nu dus... Gerard Piquet. Een man die terugkwam... voor één keer nog om een prijs te pakken naar Barcelona. Dat geldt, dat, 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 zo, dat geldt eigenlijk ook voor Lionel Messi. En allebei hebben ze dus nu een Champions League titel... als het zo blijft, in hun zak. Die krijgt wel gele kaart nu, Piquet. Dat is bij hem even wat minder. Maakt voor ons nu toch niet uit. Dit is de laatste wedstrijd van het, met, met het verhaal bij Barcelona. Hierna doen we nog het EK met Nederland zelf al... En dan stoppen we. En dan gaan we een nieuwe career mode starten met Jens Stornstra. De manager career mode. Messi geeft hier trouwens de bal goed mee. Dan kan dat nog 4-1 worden. En dat wordt het ook. Groeneveld wat hier scoort in de Champions League finale. Voor hem natuurlijk mooi. Zometeen met Nederland mee naar het EK. En hier schiet hij een doelpunt binnen. 4-1. Mooi doelpunt. binnen binnengeschoten. En terecht de 4-1 nu voor Barcelona. Twee minuten extra tijd. Bij een 4-1. En dan zijn er is er geen twijfel over mogelijk dat wij hier uh, de Champions League titel gaan pakken. En Louis vergaan met een goed gevoel gaat naar, die, uh, naar het EK met Oranje. Want deze wedstrijd zit erop. En dat betekent dat we de volgende aflevering, de groepsfase hebben van het EK met Oranje. Met Schotland, Rusland en Oekraïne in één pool. Die laatste twee zijn natuurlijk wel heel toevallig. Um, ja, we gaan zien hoe dat gaat verlopen. We gaan zien hoe dat gaat verlopen. Um, wie er doorgaat in de pool. Wordt het Nederland, wordt het Oekraïne, wordt het Rusland, wordt het Schotland. Alsof de gamers, alsof, alsof, game alsof de game, goed Nederlands Westie, het zo uit heeft gekozen. Die twee landen in één pool. Hoe kan je het verzinnen nu op dit moment? Maar goed, uh, we gaan kijken wat het gaat worden. Uh, Piquet mag nu de cup met de grote oren omhoog gaan houden. Het teken dat betekent uh, dat het gelukt is voor Van Gaal. De um, Champions, Champions, Champions League titel... Jong, mijn praten is echt soms helemaal top. De Champions League titel met Barcelona gewonnen. Maar ook natuurlijk hiervoor met Dortmund. Dus hij uh, weet wat het is. Maar Barcelona is nu weer terug in de prijzen. En uh, het einde van de carrière van Van Gaal als manager is goed verlopen. De Champions League titel weer gepakt. Hopen dat zijn bondscoach carrière ook goed kan worden afgesloten... Hij heeft natuurlijk al het WK gewonnen met België. Nu hoopt hij ook het EK te winnen met Nederland. En we gaan kijken of dat ook zo gaat gebeuren. De spelers die in de basis staan, gaan jullie zo meteen zien of de volgende aflevering. Maar in ieder geval hebben we twee elftalen. Ik heb twee elftalen opgesteld. Jullie gaan ze nu zien. Eentje dit is, uh, is de eerste elftal. We hebben Bijlo. We hebben Dumfries. De Vrij, De licht. Bazoor. Dat is misschien wel een hele verrassende. Die we niet in de voorbereiding hebben gehad. Maar toch hier hebben we opgeroepen nu. Bazur en Malatia. Op het middenveld hebben wij Groeneveld. Frenkie de jongens aanvoerder. En Gakpo die in de voorbereiding goed deed. En Weghorst ook goed in de voorbereiding. En Malen uh, in de spits. Tilmee. Uh, Veerman mee. En op de bank hebben we hier ook nog uh, Gorter meegenomen als tweede. Doelman, Kluivert, Iataren, Wijndal, Karsdorp, Timber hebben we. Van Bergen, overal een verrassende naam. Lammers toch ook wel. Maar ja, de namen die ontbreken, zoals Donny van de Beek, Memphis Depay, Steven Bergwijn, um, ja, Promes. Uh, ja, die moeten toch het veld ruimen. Deli Blind, Sillessen zitten er niet bij. Van Gaal kiest voor deze elf namen. In de eerste wedstrijd tegen Schotland voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en later.